Goedemorgen en goedemiddag. Vandaag zijn we in Sellingen en we gaan het bosvennenpad lopen. Kijken of ik het in beeld kan krijgen. Het is 3,5 kilometer. Het is droog, het is mooi weer. Vlak voor het nieuwe jaar, als dit filmpje gemaakt wordt en op YouTube komt, dan zal het inmiddels 2021 zijn. Maar we gaan nu eerst wandelen. We zijn nog maar net begonnen en we denken dat we misschien al verkeerd gelopen zijn. En we gaan gewoon door. We lopen gewoon. We zien wel waar we uitkomen. Het wordt vast wel mooi. Ik weet niet of het goed te zien is, maar er staat een boom daar. Die heb ik net even de foto genomen zonder de lucht erbij. Juist om de onderste contouren heel duidelijk in beeld te krijgen. Ik ben heel benieuwd hoe dit er op de computer uit gaat zien. Zo, dit is het eerste vennetje wat we tegenkomen. Het is ook de bosvennenroute. Het ziet er prachtig uit. Ik zie al iets waarvan ik denk van dat moet eigenlijk wel op de foto kunnen. Dat is de boom aan de overkant. Misschien met een stukje weerspiegeling. Echt de moeite waard. En niet te zien op de video. Maar daar ligt ook een schaap onder de boom. Thank you.
Hier vinden we de verklaring voor het vele gekapte en afgezaagde hout, voor de chaos in het bos. Men is bezig met de houtoogst, vanaf half november al. En ja, daarom lijkt het allemaal een beetje erg rommelig op dit moment. Misschien als het afgevoerd is dat het een stukje fraaier uit gaat zien. Zo, het einde van de bosvennenroute. Ik denk dat we ermee stoppen. Het is mooi geweest, iets van meer dan 4 kilometer gelopen. 3 bosvennen gezien, de eerste 2 wel netjes in beeld gebracht, de derde niet meer. De eerste zelfs nog met een foto, die hopelijk al getoond is inmiddels. We gaan nu nog eventjes naar de andere kant kijken. Dat is een stukje van de ruiten A, als ik me niet vergis, in de oorspronkelijke staat teruggebracht. En mocht dat nog wat worden, dan laat ik het nog zien. En anders tot een volgende keer en bedankt voor het kijken.